De verhoging van de omzetbelasting naar 12% gebeurt niet meer op 1 september, maar op 1 oktober. Dit bevestigde minister Armand Achai-Bashing van Financiën en Planning gisteren in de Nationale Assemblée bij de behandeling van de ontwerpwet tot wijziging van de wet omzetbelasting. Het ontwerp werd uiteindelijk goedgekeurd met 29 stemmen voor en 13 tegen. De bewindsman benadrukt dat deze belastinginkomsten voor vele doeleinden gebruikt zullen worden. Zo haalde hij aan dat omzetbelasting nodig is voor onder andere de gezondheidssector. Belastingen hebben we nodig om collectieve goederen en diensten te financieren. Om productie te stimuleren, om infrastructuur te bouwen, om een sociaal vangnet te financieren als fiscaal monetair instrument om de economie te beïnvloeden, maar voorzitter, helaas ook om rente en aflossingen te betalen. Maar voorzitter, een van de meest basale collectieve goederen en diensten waar we het laatst over hebben en ons zoveel zorgen om maken, is de volksgezondheidssector. Het is een collectieve dienst, een collectieve zorg, dus we moeten daar ook collectief onze schouders onder zetten. Daar is onder andere belasting voor nodig, daar is onder andere, voorzitter, deze financiering voor nodig. Minister Armand Achai-Bashing van Financiën en Planning. De omzetbelasting voor invoer van goederen was reeds op 21 januari verhoogd van 10% naar 12%. Voor levering van goederen is de omzetbelasting 10% en voor het verrichten van diensten 8%. Beide categorieën zullen per 1 oktober eveneens 12% zijn.